Yo, wat up gasten en welkom bij een nieuwe aflevering van Road to Argentinië. Vandaag gaan we weer opnieuw beginnen met het toernooi, want we zijn de vorige aflevering uitgeschakeld. We hebben wel een voordeel overgehouden aan de vorige aflevering. Ik had namelijk gezegd, voor elke 3000 likes die jullie achterlaten krijg ik 1 punt. En uiteindelijk zijn het er 9000 geworden. En als je een beetje goed kan rekenen, weet je dat dat gelijk staat aan 1 gouden rare speler. Die mogen we toevoegen aan het team. Ik ga niet precies zeggen wie het is, maar zoals je ziet, ik heb er wel een plekje voor hem overgelaten. Dus je kan al een beetje gaan nadenken over wie het zal zijn. Wil je op een betrouwbare Nederlandse plek coins kopen voor jouw ultimate team? Dan moet je naar fifacoinservice.com gaan. En als je dan de code FCR gebruikt, krijg je korting op je aankoop. En daarnaast word je, als er iets fout gaat met je bestelling, ook gewoon direct via hun Nederlandse livechat geholpen. Maar het allereerste dat we gaan doen deze aflevering is de Champions Shield opnieuw beginnen. De vorige aflevering waren we naar verlenging uitgeschakeld. Heel zuur, maar ja, dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. We gaan weer beginnen in de ronde van 16. En als we dan naar het team gaan kijken, zie je dat ik dus 1 plek had overgelaten omdat jullie zoveel likes hadden gegeven aan de video. Lijkt me leuk. Misschien kunnen we nu dan doen, in plaats van een normale speler, dat als we 6000, dat dan 2/3 daarvan is, als we 6000 likes achterlaten, dat het een informpunt wordt. Dat ik die dan mag gebruiken de volgende aflevering. Nu dan is het tijd voor deze speler. Als we even naar het plakboek gaan kijken, zien we dat we nog heel veel aanvallers moeten. Palacio, Agüero, Messi, niet Gaetan, Salvio, Mascherano en Garay zijn er ook nog, maar dat zijn geen aanvallers. Maar ik weet eigenlijk wel wie ik ga invullen. En ik denk oprecht dat we hem nodig gaan hebben, deze aflevering. Het is niemand minder dan een spits, Argentijns uit de Premier League. Je voelt hem aankomen. Sergio Kun Agüero. Past perfect, want ja, Argentijn. Met dit team gaan we een potje spelen, potje zoeken. Ik heb gehoord dat er een nieuwe patch is op FIFA, dus dat alles weer helemaal anders is. Echt geweldig EA, goed gedaan. Dat ga ik vast heel leuk vinden. Ik ben net een paar dagen in het buitenland geweest, dus ik heb ook al een tijdje niet FIFA gespeeld. Ik ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Tegenstander voor in de ronde van 16 is gevonden. Hij heeft het volgende team. Best origineel. League met Lacazette, Ben Arfa, BBVA met Griezmann en Koke en Mascherano, wat Argentijnen en wat Portugezen. Zeker een heel origineel team. Nou, ik heb dus verschillende mensen horen zeggen dat het helemaal veranderd is, alle gameplay en wat dan ook. Dus ongetwijfeld gaan we dit best lastig krijgen. Ik hoop natuurlijk dat het niet zo is. Heb jij het gemerkt de afgelopen paar dagen? Laat dan even een comment achter, want meestal 9 van de 10 keer als veel mensen het in de comments zeggen, is het ook echt zo. Vrij trap met Tevez. Je weet het nooit, je weet het nooit. Ja, oh, daar zat ik tussen. Ik anticipeerde het. Oh, Tevez. Oh ja, ik heb natuurlijk... heb ik Icardi en Higuaín natuurlijk een plek op de bank gegeven. Maar ja, dat zijn eigenlijk de 2 spelers uit Argentinië die misschien het best kunnen koppen. Di Maria op Agüero. En wederom niemand die we echt kunnen gebruiken om te koppen. Dus dan moet ik zelf maar naar binnen zien te komen. Nee joh! Oh, dit is heel erg geluk dat... Wat de hel gebeurde er? Hij gaf een dieptebal. En mijn verdediger die stapte half in. Die kon hem makkelijk onderscheppen, had makkelijk gekund, maar deed gewoon niet. Die update, ik word daar gek van. Ja, Agüero, Tevez gaat door. Tevez, kom op jongen. Dit kan je af... Nee, natuurlijk niet. Waarom doe ik het met zijn linker? Raúl, focus. Je moet beter je best doen. Zabaleta op Agüero. Nee, als dan ook weer net die paas goed zou gaan. Het is elke keer net wel of net niet. Net wel... dat mijn tegenstander erdoor gaat, net niet dat we zelf een kans kunnen creëren. Terug op Di Maria. Misschien langs de kant een kans creëren. Voorgeven. Nee, wordt ook... Hier, dat bedoel ik. Net geblokt. Net gered. Net geen corner. Het gaat niet zo heel goed, jongens. En ik maak me er een beetje zorgen om. En ik weet ook niet zo goed wat we anders kunnen doen. Want... ja, hier. Je hebt niet heel veel grote kansen gezien. Maar ik kan er ook niet meer van maken. Want zowel ik als mijn tegenstander hebben de eerste helft geen enkel schot op goal gehad. Is dit buitenspel? Dit is geen buitenspel. Maar ja, wat ga je doen als je niemand hebt die kan koppen? Wat ga je dan doen? Kom op. Di Maria. Nee. Oh, we hebben hem nog steeds. En net weer niet. Oh, mijn tegenstander geeft een beetje de dal... Oh, wat ik bedoel... Ik weet ook niet allemaal wat ik wil zeggen, joh. Ik ga gewoon mijn mond houden. Ik zeg voorlopig gewoon helemaal niks meer. Ik kom toch niet uit mijn woorden. Ja, huppakee. Nee, Joe Hart. Tevez, dit is buitenspel. Ja, dit is ongetwijfeld buitenspel. En dan gaat hij heel laat vlaggen. Nee, niet eens. We scoren. 0-1 voor. Lekker, Carlitos. Perfect gelopen, blijkbaar. In herhaling kan je niet zien of je buitenspel stond of niet. Maar ja, FIFA is een spel. Dus ze zullen het 100% goed hebben. Alhoewel, dat weet je natuurlijk nooit bij FIFA. Ha, we komen eindelijk op voorsprong. Goed naar de bal blijven kijken. Goed naar de bal blijven kijken. Niet zorgen dat je de bal uit het oog verliest. Hele lekkere schouderdeal, jongen. Nee, Laka. Oh, ja. Oh, jongen. We hebben mazzel dat we zulke sterke verdedigers hebben. Nee, oké. Oh, het zal toch niet dat hij in de 87ste minuut nog even een afstandsschot erin kunnen raken. Als we dit gewoon heel eventjes uitzitten, dan zou ik dat helemaal niet vervelend vinden, jongens. Als we gewoon even de bal vast kunnen houden. DFS eroverheen. We kunnen zelfs nog een kans creëren. We hebben in ieder geval een hele lekkere paas gegeven. Die zorgt dat hij... Ja, hij kan niet meer aanvallen in 1 minuut extra tijd. Dat gaat hem niet meer lukken, toch? Dat kan niet. We krijgen zelfs nog een vrije trap in de 90ste minuut. De overwinning is nu zo goed als zeker. Want ja, daar kan hij niks meer aan doen. We krijgen deze bal op de... Ja, je gaat er alsnog in. Via de lat naar Di Maria, Angel. Lekker. 0-2. Heel goed gedaan. We namen hem snel omdat hij een speler op de lijn wilde zetten. Uiteindelijk tegen de lat. Di Maria kopt hem erin. Overwinning was al zeker. Want de scheids moet nu toch af gaan fluiten. Mocht ook wel weer even. Ronde van 16 hebben we overleefd. We zitten nu in de kwartfinale. We hebben een punt gekregen. We nog 1 punt over. Dus eigenlijk kunnen we, als we de volgende wedstrijd winnen, alweer een speler unlocken. We hebben geen informpunten of iets. Wat jammer is. Want er zijn een paar informs bijgekomen. Inform Roelie. Die zou ik super graag willen hebben. Roelie is natuurlijk, ja, die heeft een speciaal plekje in mijn hart. FC Roelie op goal. Dat is perfect. Ook nog een linksback die dat eerst niet had. Dus misschien kunnen we die ooit gaan vervangen voor Insua. Zit officieel niet in het boek. Maar ja, dat kunnen we dan wel door de vingers zien. Ik ga een potje vinden voor in de kwartfinale. Want ja, voor de rest kunnen we niks aan het team veranderen. De tegenstander voor in de kwartfinale is gevonden. Hij heeft waarschijnlijk een BPL-team. Inderdaad, hij had een Arsenal-logo en een Arsenal-kit. Dus dan zou hij ook wel een Engels-achtig team hebben. Een paar aparte keuzes. Alberto Moreno als centerback. Oké. Een beetje aanvallende middenveld. Depay. Wie staat er? Payet. Coutinho had hij daar staan. Dat zijn allemaal best aanvallende spelers. Maar wie weet, als het voor hem werkt. Hij heeft blijkbaar al 1 wedstrijd gewonnen. Waarom zou hij er niet nog 1 kunnen winnen? Het voordeel van zijn opstelling is dat hij het spel nogal breed kan houden. Dat hebben wij niet echt. Het nadeel van zijn opstelling is, ja, hij heeft 3 verdedigers. Dus wij kunnen 1 zo'n dieptebal erdoor geven. En dan gelijk zijn we met een man meer situatie. Goed gelopen. Chop. Berbaspin. Nee, dit was geen Berbaspin. Je stond gewoon stil. Je spinde niet. Toeter. Sergio Aguero krijgt weer een kans. Skill dribbling naar binnen komen. Alberto Moreno is kwijt. Heel rustig afmaken in de kruising. Sergio Kun Agüero. Dat is wat ik bedoel met 3 verdedigers. Je hebt gewoon een man minder vaak. We hebben hier wel mazzel. We stopten ineens. En Alberto Moreno die sluit daarna nog door. En dan hebben we alle ruimte. En Kun Agüero die scoort in zijn 2e wedstrijd voor de club. Pereira 1-2'tje met Agüero. Willian verdedigt mee. Niet al te goed. Niet al te goed. En bam, bam. De laatste bam ontbreekt. Oh. Yo, ik vind het echt lullig voor mijn tegenstander. Want wat wij het vorige potje hadden, dat het elke keer net niet goed ging, heeft hij nu. Elke paas die hij geeft, gebeurt gewoon, ja, die gaat gewoon niet richting zijn man. Hier, kijk. Geeft hij een paas? Gelijk onderschept. Geeft hij een paas? Gelijk onderschept. Geeft hij een paas? Gelijk onderschept. Ja, dan blijft er niet heel veel leuks over om te doen in je potje. Zabaleta staat daar. Zabaleta in de aanval. Oké. Oh, ik vind het bijna spijtig om die kans af te maken. Wat? Oh, wat is dat? Wat zou dat kut zijn als je dat tegen je hebt? Zijn verdediger. Oh, ja. Zo ben ik dan ook wel weer. Zo ben ik dan ook. Het is ook... Ja. Het is gewoon kut voor mijn tegenstander. Ik vind het oprecht echt gewoon heel kut voor hem. Ik zou bijna een eigen doelpunt gaan scoren. Maar ja, zelf heb je het ook wel eens tegen. Carlitos Teve. Oh. Hey, ja, dit is een penalty. Ja, dat is ook gewoon echt heel erg dom. Is er geen kaart? Oké. Nou, Carlos Tevez, linker Crusoe. Boom, bats. Heerlijk binnengeschoten. 3-0. Misschien is dit wel een tegenstander die gaat ragequitten. Kunnen we... Ja, als we winnen kunnen we sowieso een speler unlocken. Maar als we ragequitten hebben we nog een punt over. Pauze. Gaat hij direct doen wanneer ik het beschrijf? Inderdaad, hij is geen ragequit. Ik snap het wel, de doelpunten die hij tegenkreeg, die sloegen niet ergens op. Ja, het is, zuur voor hem, maar ik kan er ook niks aan doen. We zitten nu in de halve finale van de cup en dat is precies volgens het plan. Want de volgende aflevering tellen de punten dubbel. Dus stel we komen dan in de finale en stel we winnen hem, moeten we nog wel veel voor doen. Hebben we dubbele informpunten. En natuurlijk, als jullie die 6000 likes smashen, hebben we nog een informpunt. Als dat gebeurt, het is helemaal gewoon stel. 3 informpunten, 3 informs uit het boek vol plakken. Maar we gaan nu eerst nog een normale speler unlocken. En dat is namelijk niet wat minder. Laten we het boek even openslaan. Ik heb al zoveel aanvallers geunlockt de laatste tijd. Laten we nu even voor een wat defensievere speler gaan. Het is niemand minder dan Garay, die we gaan toevoegen aan het plakboek. Ik weet niet zeker of we hem gaan gebruiken. Maar we gaan hem in ieder geval unlocken. Garay, welkom in het team. Je kaartje is in principe echt heel goed. 87 defending, dat is echt heel ziek. Alleen als je het gaat vergelijken met Funes Mori, heeft Funes Mori 21 pace meer. En hij is wat sterker. Dus ja, willen we hem echt gaan gebruiken? Dat weet ik niet. We kunnen hem wel een kans geven. Maar een basisplaats veroveren, dat gaat heel lastig voor hem worden. Jij wordt in ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Road to Argentinië. Blauwduimpjes super tof zijn. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan check ik jullie allemaal later. Ciao gasten.